een achtste plaats op dit moment voor de Eredivisie in de State of Score Cup. Daar moet verandering in komen. Heracles Almelo gaat ons weer representen, vertegenwoordigen. En dit keer in de derby van de Lage Landen tegen de Belgen. Maar kijk eens even. Palongo doet het voor de man van Sint-Truiden VV, de e-sporter Zairo. Hij komt op 1-0 tegen Brian Hessing. Goeie goal. Hoog balletje en Balongo ramt hem tegen de touwen. 1-0. Maar Brian Hessing bijt van zich af. Oh, can I quit already? Please. Go ahead. Hij bijt van zich af. Verbaal gezien. Want Balongo die kan doorlopen en schiet nu met rechts. Wederom raak. Een niet te missen kans. Brian ziet het even niet meer zitten tijdens deze wedstrijd. En ja, de man van Sint-Truiden, de Belg, die uitkomt voor de E-Pro League, zet die E-Pro League op een comfortabele voorsprong. 2-0, maar kijk eens, het is een hele goede goal. De beste goal van de wedstrijd. Sylvester van der Water, en dat is de man die we straks nog in actie gaan zien in de tweede leg. Goeie goal van Brian, goed doorgevoetbald nog met Dessers. En zo komt hij terug in de wedstrijd. Maar vanaf dat moment gaat het eigenlijk van kwaad tot erger. Replay, oh my god. Oh. Ah, je kan scoren, go ahead. It's okay. Sorry, Jun. GG's. Can I leave or what? this is a waste of my time, man. This makes no sense, eh. Waste of time, this. Ja, we horen hem zeggen, waste of time. Ik liet maar even een stilte vallen, want Brian liet de Belg maar gewoon scoren. Dat is hoe we deze wedstrijd afsluiten. GG, 3-1 dus. En dan in de tweede leg, dan mag Sylvester van der Water het oppakken. Ja, but I don't like this, man. I don't like this, man, the 85 rating. Hij komt wel op 1-0. Yeah, but it doesn't matter for me. Yeah, you play. Good defend. Yeah. De man die we horen aan de andere kant is Kylian Hazard. Het jongere broertje van Eden en Torgan Hazard. Oh, is dit offside? Offside. Het is hier geen buitenspel en dan mag Sylvester van der Water dus door. Oh, en is no. Het 2-0. Sylvester van der Water. Draait het helemaal om voor de E-divisie. En dan, iets later. Dit. Meteen ook de 3-0. En zo staat de E-divisie hier voor tegen de E-Pro League. Ja, yeah, sorry boy. I need the first goal. I don't let it go. But that's for the organization. You need the goal to show it. Ja, is oké, is oké. Ja, dankzij Sylvester van der Water. De samenvatting is dus goed te zien. Kan Kylian Hazard dan gevaarlijk worden? Nee, is het antwoord. Hij heeft echt niets in de melk te brokkelen. En de man van Heracles, Sylvester van der Water, laat echt goede dingen zien. Goede dragbacks, goed doorgevoetbald, balrolletje. Dit is echt kwaliteit. Papa Per. Terwijl papa Per Kylian Hazard daar zijn dochtertje ook nog eventjes moet vermaken tegelijkertijd. Goed te horen op de achtergrond. Dendert Sylvester van der Water door. Genadeloos. 4-0 is het. Palapasla. En de buitenspeler is nog niet klaar. Burgzorg Dessers. Oh no. Het lachje is veelzeggend. 5-0 voor de man uit Blaricum. Die na Almere City dus nu voor Heracles Almelo speelt. En hier voor het eerst echt de punten binnen gaat halen voor de E-divisie. Foe, 6-0 is het. Het zijn belangrijke punten voor de E-divisie, want zo komen we van die achtste plek af. Gaan we stijgen naar misschien wel plek 6 of misschien zelfs wel plek 5 die nu ineens in beeld komt. Hangt een beetje af van de concurrentie. Van der Water is nog niet klaar.
Want hier is hij met Dessers en Burg zorgt weer voor de open goal. Het geheig vanuit België. Seven, it's enough. Je vindt het wel genoeg? What? Let me score. Let me score, Seven, it's enough. Yeah. Yeah, but I lost. Ja, hij ging net vertellen, hij heeft ook zelf een pot hard verloren met 5-1. En Van der Water, die wil hier zelf hard winnen. Waarom is het goed zo? De man van Cercle Bruges vindt het te veel, maar de Eredivisie wint. Allemaal dankzij Sylvester van der Water. 8-0 en in totaal dus 9-3 voor de Eredivisie. We stijgen, we gaan weg van die laatste plaats. Good game, man. Thank you.